Het sportpark van voetbalvereniging Het Oventje was op zaterdag 7 en zondag 8 mei weer het toneel van een rommelmarkt. En al is Het Oventje zelf niet erg groot, de rommelmarkt mag als een van de grootste in de hele omgeving aangemerkt worden. Eerste dag van de VCO Rommelmarkt en het is een hartstikke mooie zonnige dag, hè? Nou, ik mag dat wel zeggen, ja, het is een van de, denk ik, de hitste dagen die we de laatste tijd gehad hebben. En voor de rommelmarkt is het eigenlijk wel een beetje te heet. Iedereen wil wel hebben dat de zon schijnt als je zo'n rommelmarkt organiseert. Maar dit is toch wel heel veel van het goede. Dus. Maar geen lol, alle mensen die hebben toch goede zin. En de kraamhouders die hebben vanochtend echt goede zaken gedaan. Vanochtend is het hartstikke druk geweest, zaterdagochtend. Ja. En ja, zondags dan blijft het eigenlijk de hele dag een beetje aan het lopen. Maar nu op het moment in de middag, zaterdagmiddag met temperatuur van 32 graden, zien ze iets minder fanatiek met kopen. Dus. En als ik hier over de veld kijk, dan zie ik diverse rijen kramen. Hoeveel kramen hebben hier zo nou staan, verhuurd? Er staan op het moment hier 200 kramen. Die we verhuurd hebben voor de zaterdag. En zondag dan denk ik dat ongeveer 40% wisselt. Er komen weer mensen die hier voor één dag staan. Er zijn een heleboel mensen, 60% die voor twee dagen staan. Ja. En zondag komen er weer 40% nieuwe kramen bij. Dus we krijgen toch weer een nieuwe aanvoer van een nieuw materiaal voor de verkoop. Maar ja, je staat er versteld van wat hier aan aanbod komt. Ja. We hebben een leuke markt omdat iedereen mensen die staan hier vaak maar één keer per jaar op zo'n rommelmarkt en dat is heel leuk. Dan heb je heel andere spullen bij hem te verkopen. Als dat er iedere keer markthouders zijn die van markt naar markt gaan, die hebben vaak hetzelfde spul bij. Ja. En op een gegeven moment is dat echt marktspul. En hier gaat iedereen zijn eigen garage opruimen en die staat hier voor de lol een dagje te shoppen. Het valt me ook op trouwens dat het weinig handelaren zijn en veel meer mensen die ja, het garage opgeruimd, net zoals je net zegt, en dan hier een mooie dagje komen staan. Dat klopt inderdaad, en dat is ook de kracht van de markt hier. We hebben wel enkele regeltjes en in het begin moesten de mensen daar wel wennen. Ze mogen niet met de auto achter de kraam staan en dergelijke. En de auto's moeten tussen de paden weg. De mensen mogen pas om 10 uur binnen, maar dat is eigenlijk alleen maar om de continuïteit en de kwaliteit van de markt goed te houden. Okay. En daar staan we vrij bekend om, dus en dat proberen we zo te houden. Goed. Maar hoeveel man organiseert dit nou? Nou, die gaat wel goed geregeld worden. Met Hemelvaart zijn we met 3 elftallen zijn wij de markt aan het opbouwen, de kramen neer aan het zetten. Ik denk dat zaterdag en zondag, ochtends om 5:30 zijn we hier jongens die de mensen naar de kramen toe brengen. Dan ben ik met een man of 20 en ja, morgenavond, zondagavond, dan is het weer alles weer op de aanhangers zien te krijgen. Zijn we ook weer met 3 elftallen bezig dus. Zijn het hele leuke dingen en ook goede medewerkers van ons. Ja, maar het is ook een van de bronnen van inkomsten voor jullie. Hè? Dus daar moet je het ook voor doen. Hè? Het is geld wat nou binnenkomt, waar je hard voor moet werken, een hele lange tijd. En ook intensief een paar dagen, nu 4 dagen. Maar het is wel echt wat je nodig hebt om een club draaiend te blijven houden. Dat je iets kunt blijven doen voor de jeugd. Het is mooi voor VCO, maar het is ook mooi voor het dorp Zeeland. Het is zeker mooi. Als je hoort van Heiden en verder komen de mensen vandaan. We hebben hier mensen uit Helmond staan, uit Venray, uit Os. Maar ook bezoekers. Als je vraagt, waar kom je vandaan? Ik had er vanmorgen eentje, die kwam uit Rotterdam. En die zei van, ik wist dat hier was. Nou, moest mooi. Je lang wachten voor de poort. Ik zei, een kopje koffie? Nee, ik heb Ramadan. Ik mag geen koffie drinken, zegt hij. Hey, heel veel succes morgen. En vandaag is het natuurlijk uitlopend. En dan gaan de mensen straks weer aan het opruimen. Ook daar hebben jullie vrijwilligers voor nodig om een goede baan te leiden. Ja, zeker, dat draait helemaal mee, die markt. Op de vrijwilligers van VCO. En daar ben ik toch wel trots op dat het allemaal goed gaat. Zeker. Hele goede dag geweest. Ja. Grote brood, dus allemaal heel goed. Helaas.